Holman die won drie maandjes. En dan kijken of hij dat Husarenstukje nu nog eens een keer weer uit gaat halen. Maar hij pakt wel die kopstaart hoor. Is het Scheenloop op 2 en het is Grop op 3. 5-31 en dan van Kjell Grop op de derde positie. Het is Bas Scheenloop op 2 en we gaan die hard door die Bas Scheenloop. Het is de 9-5 weer van Teun Schoonman op die koppositie. Scheenloop daar een wiellengte dus verschil. Hij blijft wel die aansluiting houden hoor. Aansluiting van Bas Scheenloop dus op die koploper. Op de 9-5 weer van Teun Schoonman. Kjell Grop nog een hele goede derde positie hoor. Het is Schoonman aan de leiding. Scheenloop op 2. En die derde man die komt ook uit Hengelo. De 5-31 van Kjell Grop. De winst is voor logsprinter Teun Schoonman. We gaan naar de mannen van...